Hey, dus kun je lekker doen waar je zin in hebt. Oeh, niet gemeen. We zijn bij de Carrefour. Heb je Junior niet bij? Dat is best mooi. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we missen Nederland, dus we zitten op het terras. We missen Nederland helemaal niet. Bij een Nederlandse mevrouw, die heeft haar eigen zaak, die doet ze helemaal alleen. Hebben we al vaker in de vlog verteld, denk ik. Teresa heet het, Junior. Mijn doet die van nooit. Jawel, die komt wel. Maar die mevrouw doet het helemaal alleen. Maar we hebben tijd genoeg hier. De tijd staat voor ons even stil. Ik vind dat de tijd hier enorm hard gaat. Ja, toch staat die wel weer stil. Hier heb je helemaal geen tijdsdruk met niks. Nee. Geen afspraken. Nee. Nou, vliegveld. Vliegveld. Ja, en morgen hebben we één afspraakje om 1 uur voor testen. Ja. Maar verder maakt het allemaal niet zoveel uit. Nee, dus kun je lekker doen waar je zin in hebt. Junior. Toch vliegen de dagen voorbij. Komt eraan. Tel maar tot 100. Ga maar tellen. 1, 2, 4, 8, 9, 10. En dan nog 10 keer. Dus je gaat dat maar even doen daar, aan die kant. 7. We hebben de tafeltje zo lekker verteeld zo. We zitten lekker buiten in een Estepona's straatje. Oh, dan gaat hij daar tellen. Mama. Ja, goed zo. Kusjes allemaal. Wij zijn snaps aan het maken. Snaps aan het maken. Laten we ze een mooie zien van ons samen. Nee, die is wel lelijk. Ja, blote buik. Hier, deze hadden papa en ik samen gemaakt. Stoel, dit was de eerste. Nee, ja. Oh ja, dat was zo. Dit was de eerste, deze was wel lelijk. Heel lelijk. Toen heb ik er een van. Toen heb ik er de eentje van papa gemaakt. Oh, die is mooi, hè? Zo mooi. Toen heb ik er eentje van ons samen gemaakt. Die is wel leuk. Toen heb ik er eentje... Wow, ga bij... Toen heb ik er eentje van papa gemaakt. Stiekem? Nee. Oh. Toen heb ik er eentje van papa gemaakt. Toen heb ik er eentje van mij en van Lief gemaakt. Toen heb ik er eentje bij wie papa past en hij past bij zichzelf. Dus dat is wel grappig. Toen heb ik er eentje voor mama gemaakt. Oeh, die is gemeen. Toen heb ik er nog eentje voor mama gemaakt. Toen heb ik er nog eentje voor mama gemaakt. Allemaal gemeenen van mama. Nog eentje voor mama gemaakt. Nog eentje voor mama gemaakt. En nog eentje voor mama gemaakt. Ja, prachtig! Eentje van papa gemaakt. Ja. Die was wel stiekem. Dit is meer dan genoeg. En voor de rest niks. Oh, oké. Okay. En ik heb ook nog heel veel met Lieve. Nou, Lieve is naar huis. Die zijn vanmorgen, die zitten nu in het vliegtuig. Die zijn, als het goed is. Als het goed is. Ik heb niks gehoord, dus ik neem aan dat ze er zitten. Nee, hoeft niet. Want wij zeiden nog, als je nou je vlucht mist, dan kom je maar bij ons slapen. Ja, ze hebben Ripken en Lieve. Dan rij ik wel naar dingen en dan pak ik ze wel op. Het vliegveld. Als goed is, zijn ze nu in de lucht. We zijn bij de Carrefour. En zo. Hoe kan jij dat? Dat verzin jij gewoon. Ziet er wel echt uit, hè? Dat ziet er echt helemaal echt uit. Papa? Je kan gewoon Chinees schrijven. Oh, pas op hier, jongens, je auto. Even aan de kant. De kinderen moesten van mij heel even wachten bij de auto. Ja. Want ik had een vraagje. Weten jullie nog dat wij met een huis vol naar de supermarkt gingen met z'n allen? Ja. Vonden jullie dat leuk? Ja. Ik was er niet bij. Ik was er ook niet bij. Nee. Oh, waren jullie er niet bij? Waar werk ik? School. Vonden jullie dat leuk? Ja. Ja? Papa? Ja? Wat wil je in de kaas auto? Ja, ik weet al wat de vraag is. Want jullie doen thuis ook boodschappen veel meer mee. Op mama's billen slaan. Wil jullie op mama's billen slaan? Oh. Jullie willen
nooit thuis mee naar de supermarkt en zo. En in Spanje, als we dan zeggen, nou, we gaan naar de bank en naar de supermarkt, willen jullie in één keer allemaal mee naar de supermarkt. Waarom? Ja. Oh, taakjes, taakjes. Waarom wil jij mee? Ik ging vandaag gewoon mee om het ontbijt. Ik ga ook mee voor ontbijt en taakjes. Ik ging vandaag mee voor de supermarkt. En Jeroen mee kon nemen en komt. Ja, ik vind deze, als ze deze supermarkt in Nederland hadden, dan gingen wij daar wel één keer in de week. Ook al was dat eventjes rijden, gingen wij daar zeker wel naartoe. Of één keer in de maand. Dan elke keer mee op taakjes halen. Ja, daar gingen jullie wel mee. Nee, ik denk het niet. Papa, we gaan nu naar de auto. Nee, we gaan nu naar de supermarkt. Ja, dat ja, hij wil in die auto. Ja, kom, dan gaan we. Er zijn heel veel kinderen gevlogen. Ja, de helft. En Junior, die zit mooi hiervoor in een autootje. En dat is leuk, als Merel zo meteen bij ons is, dan gaan we Merel foppen. En dan zeggen we, hé, heb je Junior niet bij? Ja? En dan kijken of ze in de gaten heeft dat hij daarin zit. Ja, leuk hè? Appelsine? Is het leuk Junior in de auto? Ja. Nee, die moet niet aan in deze auto, maar mag wel. Junior zo meteen naar Merel dat is, moet je helemaal niks zeggen. Moet je helemaal stil zijn, ja? Helemaal stil zijn wanneer Junior. Hé, waar is Junior? Die zou bij jou blijven, toch? Ah, chips. Zo slecht. Echt slecht. Mislukt. Ja, we gaan daar nog kijken. Doe maar. Ga maar kijken. Maakt mij niet uit. Zeg jij het maar. Wat hebben jullie nog nodig? Niks. Jawel. Nee. Die container moet ik mee nemen naar huis. Wat? Dus, daar dan. En zo klein. Takies. Zo kijk eens, takies. Die bloemels voor straks op de strap. Nou, dan pakken we die eerst. We zijn terug van het strand. En ze zitten allemaal te zeuren. Dat mijn haren niet mooi zijn. En het ziet er niet uit, papa, en vooral Eline, die kan daar wel van. En ik ga nou even kijken wat ze van mijn nieuwe kapsel vinden. Wat kun je doen? Kijk, wat ben je aan het doen? Nee. Psst. Dat is best mooi. Nee. Maak ik het nog erger. Kom je ook al kijken? Nou ja, ik wilde eigenlijk gewoon even toiletteren en daarom... Nou, hier, kan het best. Huh? Even naar de reacties. En? Haar leuk? Junior, hey, kijk, maar hetzelfde als jou. Leuk? Ja, maar Junior zit al... Ik heb een hele massie in. Vind jij mijn haar mooi? Ik vind het echt mooi. Nou, ik kom het ook zo. Vind je mijn haar mooi, Guus? Het is ook, hier is het nu een bokje ongeveer, met een mat en een kopper. Ja. Is hier iemand? Hij heeft gisteren al een... Die heeft een Nout, geef hem haar. Heel lelijk. Ziet er niet uit. Ja, bij jou. Bij jou is het mooi. Nee, ik zeg, maar ik heb het ook niet gedaan nu. De oude was ook heel mooi, hè. Ik zoek er nog één. Hey Merel, en? Kan het? Nee. Aldo! Oeh. Ja, we zijn niet goed gekeurd. Zo beter? Nee. Wie vindt zijn eigen geroepen om mijn haar goed te maken? Oh, vier. Jij staat wel heel hard te springen, dus jij valt af. Nee! Nee. Jij mag morgen. Ik ga nou een vloerkapsel doen. Dan gaan we even reacties meten. Ga nou. Jij Floor gaan doen? Nee, Floor gaat mij naar doen. Oh ja. Doe jij het maar filmen. Ga je het expres lelijk doen, Floor? Nee, is toch leuk? Nee. Hè? Ik moet haar hebben. Jongens, mag ik het expres lelijk doen? Nee, ik ga het mooi maken. Er zijn ook meisjes. Er zijn niet alleen jongens. Er zijn maar twee jongens.
Ja. Nu nog erger. Is ook lelijk. Maar minder erg. Nee, niet minder erg. Dit had ik vloer gedaan. Oh, buddy. En? Dit had ik vloer gedaan. Ik wou iets zeggen, maar dat zeg ik dan. Eline. Nou, jij bent nou Eline. De Madelief heeft nu mijn haar gedaan. En Eline? Ik vind het wel goed. Ja? Nou, goed gedaan, Madelief. Maar Madelief niet... deed ook heel serieus. Ja, het is wel gewoon normaal eigenlijk. Jo. Hoe het normaal zit. Papa! Mama! Moe. Een beetje een stuk beter als net. Een beetje meer volume zak en dan is het top. Oké, nu ga ik het wel doen. Hey, papa! Ja, nu ga ik het doen. Mag, Eline. Nou, ik heb het gedaan. Het lijkt ook wel een beetje op normaal. Maar je moet het niet zo helemaal zo vet naar achter doen. Je moet het een beetje zo... Nou, hey, en? Goed gekut, mama? Ja, veel beter. Ja, het is veel beter dan mijn man. Ik ga vertaan naar jou, knappie. Eline. Oh, dankjewel. Nee, daar ga je. Alleen dit, dat moet een beetje... Ja, dat moet gewoon even... geknipt worden. Ik wil het doen. Was leuk, hè, om te doen, hè? We zitten in de bus. Op een, een papa zegt dat is een Tesla. Dat heeft helemaal niet gezegd. Dat is helemaal niet gezegd. Ja, die Porsche. Ja, er rijdt namelijk een Porsche achter ons. Want we gaan uit eten met de buren. En nu hebben we een Porsche. Ik zal het zo niet eigenlijk laten zien. Maar eigenlijk stand ze dromen. Keren ja, stand ze dromen. Die is nu thuis. Die is er niet bij. En hier ben je aan de oma opa. Ja. Ja. En... Bij oma Pieter? Ja. Ja. Bij opa Pieter? Nee. Ja. Oh, ja, opa Pieter en oma Pieter. Maar nu is hij bij oma Pieter. En Peter en Geertje, zo heten onze buren. Ja. Dat noemen ze Peer en Geer. Geertje. Wat zei ik dan? Geertje. Oh, Geertje. Bijna. Hetzelfde. Nou, die rijden dus achter ons en ik zal even kijken. Maar Nout, die zit dus gewoon vol... Oh, er rijdt nou een andere auto. Hé, ik zie ze ook niet meer. Nee, ik denk ja, onze leuk, die laten we wel even zien, die Porsche, maar... Wij zijn gewoon sneller met onze echte bus. Onze echte ET-bus. Ja. Maar ja. Hey, ik ga je even weer bij de tunnel. Ik denk dat ze ook scheuren. Ja, want eigenlijk waar gaan wij eten? Oh, dat kan. Waar gaan wij eten? Bij de? De haven van Duke. Ja, oh, bij de Chinees. Bij de Chinees? Ja, lekker hè? Ik denk niet dat ze ons inhalen. Zit jouw gordel goed trouwens? Oh ja, ik zag hem niet. Kijk! Ja, ik zie het. Kom. Ik heb hem onder mijn rug gedaan. Goed zo. En hebben jullie nog iets te vertellen? Nee, volgens mij zit ze nu achter ons. Ja, ze rijden. Oh. Kijk, daar rijden. Ja, je ziet het echt niet goed op de camera. Ze rijden dus achter ons. Nout en zit voorin. Nout zit voorin. Maar ja, vindt hij leuk. Dag, je zit er weer op. We zijn weer thuis van ons eentje met de buren. De buren die rijden morgen, vannacht eigenlijk al, terug naar België voor een weekje. Dus wij zijn... Die gaan gewoon helemaal met de auto. Ja, dus wij zijn morgen gewoon helemaal alleen in heel het gebouw. Er is niemand. Ja. Het is echt heel rustig. Gek, hè? Ja. Parkeergarage helemaal leeg. Kindjes die liggen op bed. Hopen dat ze een beetje op tijd slapen. Junior sliep al in de auto. Want maandag begint het normale leventje weer. Alles in het ritme. Ook wel weer lekker. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant vind ik dat wel lekker als de kinderen thuis zijn van vakantie. Ja, ik las al wel een berichtje van scholen waar het alweer begonnen is. Dat was dan een kind in de klas met corona. Dus die zat alweer thuis. Die had weer vakantie, ja. Zat in groep 1. Dus ja, dan heb je weer een soort van vakantie. Hè. Dan kan je als ouder weer... Ja, online lessen. Nee. Dus dan kun je als ouder weer op je kindje passen. Dus dat gaat ook allemaal weer beginnen, dat gezeur. Ja. Ja, dat zal bij ons ook alweer komen. We gaan het meemaken. Ik kijk er allemaal maar niet meer van op en vooruit. Nee. En we zien het wel. Het komt altijd goed. Ja, tot nu toe is dat goed gekomen. Dus dat zal zo wel blijven. Ja. Ja, dit was ons dagje weer. Hè? Ja, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag.
Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Adoe. En we zijn in Fingerola. Midden op straat. Testen zijn gedaan. Hey, laat je op. Ik kan heel dichtbij komen.